Ja, Feyenoord heeft dan gewonnen, vrienden. Maar we moeten wel eventjes heel eerlijk zijn, hè? In Rotterdam. Echt, echt eerlijk. Want in 2016, weten we nog, Feyenoord won toen gewoon de beker. KNVB-beker. In 2017, toen lag de lat helemaal daar. Ja, kampioen. Weten we dat nog in Rotterdam? Daar lag de lat. En in 2018 bleef die lat ook daar. Werd Feyenoord gewoon nog een keer bekerwinnaar. Dat was er aan de hand. En dat is nog maar een paar jaar geleden. En nu zit ik te kijken naar die wedstrijd tegen Utrecht. En dan zie ik die hele Kuip ontploffen gewoon. En dan denk ik, pardon, wat is hier aan de hand? Waar ligt die lat tegenwoordig bij Feyenoord? Ik bedoel, die lat die is maar omlaag, 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 omlaag gegaan. Vrienden, als dit de bodem is, ligt de lat ongeveer hier. Wat zijn we aan het doen in Rotterdam? Het is een soort kampioenschap limbo dansen. Dat is er aan de hand bij Feyenoord. Limbo dansen. Hoe laag kan de lat? En kunnen we er nog onderdoor met een beetje juichen? En dat hebben we gezien nu. Als je tegenwoordig Feyenoord supporter bent, dan krijg je bijna een hernia van het limbo dansen. Ga maar mee met die lat omlaag en het maakt niet meer uit. Want dit seizoen, beste vrienden, vergeet het niet hè. 29 punten is Feyenoord achter Ajax geëindigd. Op de vijfde plaats. En dat soort dingen wordt dan gewoon in één keer vergeten. Want ik zie die Kuip, die gaat helemaal uit zijn plaat. Omdat er toevallig dan de voorrondes zijn bereikt van, vrienden, vroeger lag die lat daar. Toen was het de voorrondes van de Champions League. Daar ging het over. En daarna werd het een klein beetje bijgesteld. En toen ging het over voorrondes of plaatsing voor de Europa League. En nu, dat bedoel ik, die lat die gaat maar lager, lager. En nu gaat het over voorrondes van de Conference League, vrienden. Daar hebben we het over. En gaan we daar allemaal nu zo vanuit onze plaat naar een heel, heel slecht seizoen? Alsjeblieft zeg. En zeker als je kijkt naar die tweede helft. Want Utrecht was gewoon beter. Had de betere kansen. En dan word je nog gematst door de scheidsrechter. Want Leroy Fer moet gewoon rood hebben en weg. En dan word je nog gered door Bijlo met een fantastische redding. Want anders dan gaat het hele voorronde verhaal in de Conference League ook nog helemaal niet door. Dus, beste vrienden, ietsje minder in Rotterdam, alsjeblieft. En dan wil ik nog afsluiten met de tranen van Dick. Want dat was het mooiste van vandaag. En dat was ontroerend. En Dick, ik wens jou het allerbeste.